Dames en heren, wij zijn hier vandaag bij elkaar. Het jaarlijkse moment waarop we bij elkaar eigenlijk de beste wensen aanbieden. En daar sluiten we dan ook graag bij aan. Een verenigingsleven brengt mensen uit die gezinnen samen. Bouwt aan sociale netwerken en is een sterke erfboom in de strijd tegen vereenzaming en verzuring. Wie actief deelneemt aan een verenigingsleven heeft een veel positiever mensbeeld dan wie dat niet doet. Is meer democratisch ingesteld en voelt zich veiliger. Laat dit mijn boodschap zijn voor 2009. Linse verenigingen, kom op straat. Draag jullie boodschap uit en probeer de mensen die zich nog niet engageerden in een vereniging over de streep te trekken. ACW Link heeft hoogte en laagte gekend. De voorzitters Jeff Van Hoof en Armand De Baat, die de functie vele jaren waarnamen, slaagden er met hun bestuursleden in aanzienlijke invloed uit te oefenen op het socio-culturele en socio-economische, en dat in een christelijke zin. ACW Link blikt met veel dankbaarheid terug op die 50 jaar. Thans houdt voorzitter Patrick Smeets met zijn bestuur het ACW-vuur brandend. Wij wensen ACW Link nog een voorspoedige toekomst. Proficiat. Die beweging bestaat 50 jaar. Het is een koepelorganisatie feitelijk van een zestal, zevental takken van de christelijke arbeidersbeweging. En het groot probleem is niet wel de opvolging naar de jeugd toe. Wij stellen vast dat al de besturen ouder worden en dat de inzet van de vroegere mensen nu niet meer zo op dezelfde wijze wordt opgevolgd door de komst van jongere mensen die de zaak overnemen. En dat is een moeilijkheid. Ook Lint ontsnapt niet aan die zaak. Op 23 november 2008 vierde het gemengd zangkoor Canthemus haar 25e verjaardag. Naast het verzorgen van kerkdiensten, jubilea, huwelijksvieringen in de eigen parochie, trad het koor nu ook meer en meer naar buiten. Koorleden namen deel aan concerten, zangwedstrijden, zangfeesten, zowel in onze gemeente als elders. Er werd een hoog muzikaal niveau bereikt. Canthemus brengt voor ons enkele liederen. Laten we zingen. Canthemus. Jaar geleden is er in de kerk in Lint een koor ontstaan, een mannenkoor. En die zorgde voor de opluistering van de vieringen, vooral tijdens de hoogdagen. In 1989 zijn er vrouwen bijgekomen en er is het koor gemengd geworden en een klein beetje later ook nog van naam veranderd, van Sint Cecilia naar Canthemus. En daarom die dubbele viering, 175 jaar ontstaan en 25 jaar gemengd. Op 2008 ontbrak op sportievlak vereemde zo meteen van sportraadvoorzitter Jacques van der Veen. Ik ga jullie niet langer in spanning houden, want jullie zullen wel heel nieuwsgierig zijn naar laureaten en winnaars. Mogen we zeggen dat er zoveel bij de pro-sporten als bij de individuele sport heel veel jeugd dat jeugdige talent ziet. Ik zou zeggen, dames en heren, laten we ons maar van start gaan met onze kampioenen. Sporten met een opmerkelijke prestatie en laureaten te huldigen. In november tijdens het Open Belgisch Kampioenschap Korte Baan werd hij in zijn leeftijdsklasse 3 keer eerst en 2 keer tweede. Olivier is leerling wetenschappen aan de topsportschool en dat gecombineerd met zijn selectie voor het BOUC-team en als jong talent Olympische Spelen 2012 maakt vlug duidelijk dat er niet veel tijd meer is voor een normaal jeugdig leven. Zwemmen en studeren combineren, ik doe dat
op de topsportschool in Wilrijk. En dat is eigenlijk tussen... Ik heb mijn lesuren, maar sommige lessen vallen dan eigenlijk weg. En dan krijg ik eigenlijk tijd om te gaan trainen. En na het school ook trainen. Dus ik ben eigenlijk de hele dag weg. En na het school. Maarten nam in de zomer van 2008 zowel deel aan de Vlaamse als de Nationale Kids Tour. Voor de Vlaamse titel dienen er 3 wedstrijden op voorhand gespeeld worden. En die won hij alle 3. Daardoor had hij zijn ticket om mee te doen aan het Vlaams kampioenschap. Maarten kwam, zag en overwon de Vlaamse titel. Voor de nationale titel dienen er 7 wedstrijden gespeeld. En na die 7 wedstrijden eindigde Maarten eerste met 15 punten voorsprong op de nummer 2. Deze wedstrijden maakten hem ook Belgisch kampioen Boys 1. Ik wil toch nog wel veel beter worden. Want nu is het eigenlijk... Ik heb een handicap 22. En dat is eigenlijk het midden, zo wat. Natasha is lid van de roopskippingclub Rivierenhof in Antwerpen. Een clubnaam die klinkt als een bel. Want iedereen weet welke prestaties daar neergezet worden. Op de Europese Masters in Hongarije behaalt ze een 9e plaats, ondanks de pech tijdens haar speedproef. Opmerkelijke prestaties voor onze, binnen enkele dagen 19-jarige, roopskipster Natasha Govaerts. In België is het een heel kleine sport. In Amerika en Hongarije, Australië, wordt er veel meer aandacht aan besteed. Daarom, die concurrentie is ook heel groot, maar de Belgische pers begrijpt dat blijkbaar niet zo, omdat in België eigenlijk een kleine sport is, nog redelijk nieuw ook. De eerste trofee, die van de beloftevolle jongeren 2008 van de gemeente Lint, gaat naar Maarten van Meerbeek. Ik hoop dat ik de eerste Belg op de Masters word. Allee, er is al ooit een Belg, maar dat is al lang geleden. Sportlaureaat van de gemeente Lint, Olivier van der Zanden en Natasha Govaerts. Het doel is het Olympische Spelen, maar ik mik eerst op EK's en WK's. Dat is, als ik daar naartoe zou mogen gaan, is dat heel speciaal. Ja, ik zou graag wel eens individueel wereldkampioen willen worden natuurlijk. Ik denk dat alle Belgische roopskippers dat wel willen. Maar dat is natuurlijk niet zo eenvoudig kunnen proberen. Hè. Oh.